dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben vandaag in GameState. En dit is een plek in Utrecht, een gamehal, waar wij gaan overnachten. Het is op dit moment 12 uur in de avond. GameState is zojuist dicht gegaan. Je ziet hierachter Myron en Janneke al spelen. Hier staat de tweede air hockey tafel. Ik ga even een potje spelen tegen Thijs. En weet je wat het lijpen is van dat wij hier nu zijn? Thijs maakt een eigen doelpunt. Dat begint al lekker in ieder geval. We zijn hier 12 uur lang. Om 12 uur gaat het dicht. En om 12 uur morgenmiddag gaat het weer open. En precies in de sluitingstijd zijn wij hier. En gaan we alles wat je kan doen hier in GameState gebruiken. We gaan onder andere kijken in deze vlog hoeveel jackpots we kunnen halen. We gaan ook kijken of we een paar knuffels kunnen krijgen bij het grijpen. En we hebben echt mega veel vette spellen. Je hebt basketbalspelletjes, je hebt MotoGP, je hebt Mario Kart. Echt van alles, noem het maar op. En ze hebben het hier. We gaan heel veel spelletjes spelen. En ik hoop dat jullie er zin in hebben. Doe een duimpje omhoog. Want dit wat wij hier kunnen meemaken is echt super speciaal. Dit is iets wat ik nooit meer in mijn leven waarschijnlijk ga meemaken. Want dat we hier kunnen zijn is echt super top. Dus shout-out naar GameState dat ze dit mogelijk maken. En dat ze deze video sponsoren. We gaan het heel erg naar ons zin hebben. Dus we gaan op naar het allereerste spelletje. Wij hebben allemaal een pas gekregen. En op dit pasje staat zo ongelooflijk veel credits. Dat we dat waarschijnlijk geen eens kunnen opmaken in 12 uur tijd dat we hier zijn. Dus dat betekent dat wij gaan grijpen voor ons leven. Want wie wil nou niet zo'n knuffel winnen van een grijpmachine. We gaan een wedstrijdje doen. Wie als eerste een knuffel kan grijpen. Ik ben heel erg benieuwd in hoeveel pogingen we het gaan doen. Kies allemaal een eigen apparaat. Ik ga wel als laatste. Ik ga voor de Stitch. Wil jij die? Wat voor knuffeltje? Jij wil Stitch? Van Lilo. Lilo en Stitch, juist. Wat kies jij? Mario. Mario? Oeh, die was goed. Die was goed, hè? En wat kies jij? En dan kies ik deze. Garfield. Oké, dan ga ik natuurlijk voor Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Yes? Zijn we er klaar voor? Oké, let's go. Go, go. Let's go. Helemaal niet wachten, go. Somebody told me. Oh, Thijs, nee. Oh. Bijna. Doorgaan, doorgaan. Geen tijd te verliezen. Als je denkt dat je weg moet schreeuwen, hè. Wow, 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 wow. 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 Hij had er gewoon twee. Hij heeft er twee? Oh. Wow, yo. Wie is de winnaar? Wow, wow, hey. Wat een legend. Mario en Luigi. Je hebt de combo. De gebroeders Mario de en Luigi. Je ziet het. Oh. Er één is. De eerste challenge heeft Thijs dik gewonnen. Ziek hoor. Wat? Hoe dan? Dan gaan we nu, dames en heren, naar de ultieme challenge. En die staat hier. Dit is een grijpmachine, maar dan een mega XL grijpmachine. En we gaan kijken wie als eerste... Wat is het, een hamster? Oké, wie als eerste de glitterende disco hamster kan pakken, die wint deze challenge. Daar gaan we. Ik ga voor de achterste. Is misschien niet heel slim, want die moet veel afstand leggen. Kijk eens. Oh, wie is de volgende? Thijs. Thijs, als jij dat nu doet, hè. Uit laten wapperen belangrijk met zoiets, hè. Want dan kan hij alle kanten op gaan. Ja, je hebt wel tijd, hè? Ja, ja, maar dat maakt niet uit. Maar ik heb jou een te goede tip naar binnen wapperen. Oh. Ja, helaas. Maak deze ding kapot. Myrone. Oké. Ja, die is wel goed, denk ik. Dat denk ik ook, hoor. Ik denk dat die er goed voor ligt. Maar dat uitwapperen is moeilijk. Nee! Ja. Dat is timen, dat is moeilijk. Helaas. Janneke, please, doe het. Please. Ik ga wel voor die achter in de hoek. Achter in de hoek? Ja. Heb je ooit een hamster gehad thuis? Ja, twee. Zagen die er zo uit? Ja, zoiets. Oh, die is goed, die is goed. Oh. Nee. We gaan naar het volgende spelletje. Dames en heren, ik ben rood. Ik ben geel. Dames en heren, ik ben rood. Dames en heren, ik ben blauw. Kennen jullie dat programma nog van vroeger? Dat je zo staat en dat er zo'n hele strenge vrouw staat. Met jullie hebben nog 6 seconden om te klikken. En dat die vrouw zo zegt: 3, 2, start. Dat ken ik wel ergens van je. De zwakste schakel. Kijken wie de zwakste schakel is. Wojo. Hé, we zijn groot, hè? Ah, wat gebeurde er? Ik ben dood. Ja, je kan elkaar opeten, schijnbaar. Wow, yo. Oh, wie ging er dood? Ik ging er dood. Wow, Thijs, winner. Je ziet me, je ziet me. Easy. Oh, wat is dat? Een snoepje. Oeh. Oh! Yes. Gewonnen. Let's go. Dat ik winnen, hè? Pizzapunt wil ik wel. Oh, oh nee. Yay! Oh my god, Janneke, die was echt sick. Oh, de laatste ronde. Wow, dit is wel spannend. Als Myron wint, hebben we allemaal 1 punt, hè. Oh, taartje. Oh nee, Janneke!
maken. Wat gebeurt er? Je hebt gewonnen. Wat gebeurt er? Nice hoor. Beter. Feest. Mooi gedaan. We staan hier nu bij basketbal. En we gaan eens even kijken of we deze basketbal die hier ligt in de basket kunnen krijgen. Of in die mega bonus met een dunk slam. 1, 2. Holy moly. What? Dit is geniaal. Wow, 75. Let's go. 75 punten. Nee, we moeten hem één keer in die zien te krijgen. Eén keertje. Ja! Hij zit erin. Oh, hij zit erin. Let's go. Yes. Nice. Hey, lekker. Ik had hem erin. Daarboven. Echt? 250 punten. Hier, let's go. Kom maar met die ticket. Let's go. We kunnen dit serieus tegen elkaar doen. Ja, volgens mij wel. Ga je als eerst gooien? Oh mijn god, bro. Dit is episch. Wat? Dat blijft nog zitten ook. Ik heb net in de boel zwaaien. Ik moet jou laten zien dat ik dit kan. Wow, dit is echt een vet spel. Oh mijn god, bro. Dit is, dit is wel echt legend. Ja. Oh, dit is echt vet. Boom! Bullseye. What? It's your turn, man. Oké, dus nu ben ik. Oef. Dan gaat hij, dames en heren. 1, 2. Wat? Oh, ik krijg hem wel weer terug. Hey! De tweede gooi. Let's go. Oh. Het is best moeilijk dit, man. Yeah. Oh, hij telt wel eens 8. Omdat hij hem tegen die andere gooide. Ja, dat zijn wij. Dat zijn wij, ja. Op wie valt? Ja, maar wie is dat? Dat ben jij. Of niet? Nee, jij bent blue player. Jij hebt gewonnen, man. Ja, je ziet het, de baard. Hij is een houthakker. Gefeliciteerd. Kan niet anders. Kijk, daar staat hij ook, hè. Nummer 8. Dicey. Ja, je hebt inderdaad nummer 8. Ja, ik had net de highscore. Of ja, highscore. 32 punten. Maar iedereen, hè. Daarboven 32. Dus ik ben eigenlijk tweede. Ik wil nog wel een keertje. Kijk, techniek, hè, je ziet me. Maar niet goed genoeg ben ik bang. Boom! Lekker hoor. Boom! GG's. Knolpower gewonnen. Ja, daar gaan we weer. Precies op die groene. Oké, zet hem op, bro. Kom op. Die kan wel eens verrekken. Ja, 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 ja. Oh! Bro, je ging al? Ja. Waarom ging je al? Ja, ik voelde zo niet vibe, maar... maar 500, één jackpot. Ja. Niet een mega lekker, jackpot. Hoor. Dit is de eerste maar jackpot. Maar wel een jackpot. Nou, die machine die gaat even die tickets eruit spugen. Gaan wij door naar het volgende spelletje. Dames en heren, we gaan nu een race spelletje doen. Ik ben kleur rood. Ik ben groen. Ik ben weer blauw. En ik ben paars. Oké, let's play. En we kunnen dus serieus hier beneden gas geven. En ja, alleen blauw nog. Oh. Network restart, please wait. Spelen jullie maar, doen jullie maar start. Haha, kijk naar je foto. Hey. Ja, kijk ik heen. What? Daredevil. Challenge accepted. Daredevil. Wow, dit is echt sick. Kijk dan. Okay, let's get it, man. Let's get it. Go! What? Red took first place. Oh my god. Looking for trash. Oh, ik ben dood. Ik ben weer terug, ik ben weer terug. Red. Oh, alweer gecrashed. What? Dit is zo moeilijk. Green took first place. Oh, yes. Nee. Ja? Nee, groen. Janneke. Wie heeft gewonnen? Ja. Wie heeft gewonnen? Janneke wint van jullie allemaal. Wie? Janneke. Ja. Nee, je hebt een foto gestolen. Je zou dan met hetzelfde pasje hebben gescand of zo. Ja, waarschijnlijk. Oh, twee kansen om te winnen nu. Zo fijn. Incoming. Hoi, joh. Ik heb iemand zweten. Oh! Muntjes, muntjes, kom maar hier. Kom maar hier met die muntjes. Oh, yes, yes, baby. Oh, what? Mario! Mario! Hoe de dames winnen gewoon. Ja, dat
is niet normaal. High five! Precies 100 volgens mij. 102! Oh my god. Oh, jullie waren close. Hey, Thijs zie. Hey! Thijs heeft gewonnen. Oh, dit hebben jullie echt netjes gedaan. De dames hebben lekker hoor. Heel sick. Er gaat nu een spelletje gespeeld worden. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Thijs en Janneke wel. En dit ziet er zo vet uit. Kijk dan. Oh my god, dit is geniaal. What? Dit zijn dus van die spelletjes waarvan ik denk, hoe verzin je het? Ja! Ja! Jullie hebben ze allemaal. Doorgaan, doorgaan. En nu dan? Gewoon door. Volgende ronde. Ja, ronde 2 komt. Wow, dit is satisfying. Dat moet wel raken. Ik geef maar jou. Oh, nog één. Dat is zuur. Hier zit eentje tussen. Oh, oh nee! We hadden hem wel. Oh, die is hem al. Omdat we ze niet allemaal hebben gehad, krijgen we geen bonus round. Oh. Ja, hoor je joh. Nou, laten wij een keer gaan starten. Oh, wow, dat is echt leuk. Dit is wel echt een vet spelletje. Oké, daar gaat hij. Wow. Oh, we gooien het tegen elkaar aan. Ja, nice. Op die achterste oh, nog. Oh, shit. Ik heb nog één. Ja. Maar pak hem. Oh, hij kwam bijna terug. En nu hebben we dus geen tweede ronde, omdat we het niet hebben. En turn, we hebben geen balls meer. We moeten alle tegeltjes hebben, willen we een bonusronde. Dat moeten we nu zien te halen. Nog één, ja. Ja. Lekker. En we hebben nog ballen snel, over. Snel, bonus. Oh, bonus. Oh my god. Oh, dit is de bonus. Oh my god. Wat, zoveel. Snel, gooi. Gooi. Nee, net te laat. Hey, dit is zo'n zieke score, hoor. Wow, deze score is wel echt heel ziek. Wow. 5641. Dit is zo leuk. What? Op naar de volgende. Dit vind ik zo leuk om te doen, hè. En moet je kijken wat ik nu aan het doen ben hier. Gewoon de hele tijd dat pasje. De hele tijd dat pasje. Oh my god. Zo, kijk dan. Elke keer als ik scan, krijg ik een bonus. En omdat ik nu al 12 keer gescand heb, staat hij op 12. Nu op 13. What? Ik heb hem gecrashed, denk ik. Oké, ik ga maar spelen. Hij blijft hangen op 27 bonus. Oké, nu is het gewoon letterlijk de hele tijd drukken. Oh, lekker hoor. Kijk eens even. Zo! Wat gebeurt hier allemaal? Oh my god. Yo, dit is echt niet normaal wat ik hier aan het doen ben. Wat ziek dit. Dit is toch gewoon een droom die uitkomt om zo ongelooflijk veel te spelen achter elkaar. Wow, dit gaat helemaal nergens meer over. Oh my god, ik heb echt allemaal van die tickets. Kijk dan. Wow, kan jij het in een bakje doen voor mij? Ja. Ik heb hulp nodig. Wow. Wow, dat is echt niet normaal. Kijk hoeveel ik heb. Wow, kijk dan. Wow. Ja, ik moet ook proberen. Heel vet. Wow! Wow, dit was echt een megaval. We hebben gewoon één bakje helemaal gevuld. We hebben hier verschillende kaarten in zitten. We hebben hier een schatkaart. We hebben hier de schat. Wat hebben we nog meer? Oh, nice. Deze kaarten moet je verzamelen. En als je dan van elk plaatje één hebt, dan kan je hem inleveren voor echt duizenden punten, geloof ik. Even kijken hoeveel 5000 punten als je een hele set compleet hebt. Dus misschien hebben we die al gehaald. Ik zie hier ook nog eentje. Oh, dit is de zeilboot. Die hebben we nu 3 keer. Meanwhile. Ik was zo dichtbij. Ik wil hem gewoon uit het niks aan Enzo geven. Maar ik had hem net aan het lusje en toen dacht ik, nu gaat hij mee. Maar misschien nu? Hij is echt te zwaar, denk ik, man. Maar ik had hem net aan het lusje waarmee je zo'n knuffel kan ophangen. Ik denk, oh, daar is hem. Dus ik heb zoveel hoop, maar ik moet eigenlijk stoppen. Maar ik wil Enzo zo graag verrassen hiermee. Laatste 2 keer, jongens. Kom op, let's go. Oh, wat doet hij gek? Wat doet hij gek? Wat doet hij gek? Wat doet hij gek? Jongens, geef het op. Ik ga een ander speltje zoeken. A few moments later. Wow, kijk Thijs, kijk Thijs. Hij heeft weer wat gewonnen hoor. 2 knuffels. Wie wil een knuffeltje? Ik wil hem alleen hoor. Weg weer, ja. Kijk, wat heeft gewonnen. Wil je deze, Maya? Ja. Dat is jouw knuffeltje, Stitchy. Ja. Wie van wie was deze? Die was eigenlijk ook van jou. Die was van niemand. Wil je nog een Garfield? Ja, ga die maar even halen. Pak ik al even een Garfield. Ja! Heb je hem? Ja, we hebben hem. Ja,
Piet Piraat. Hey. Oké, we hebben hier alle kaartjes. Dan moeten we even bij elkaar leggen. Even kijken, deze horen bij elkaar. De zeilboot. En dan hebben we de verrekijker nog. De kanon. En dan hebben we het zwaard. En dan hebben we Piet Piraat. Volgens mij is dat alles. Dit is de hele set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deze gaan we inleveren. 5000 punten. En ik kan je vertellen, als Myron nu nog een keer Piet Piraat eruit haalt, hebben we weer 5000 punten. Ik ga ze inleveren deze. Eén kaart even inleveren. Ja. Hoppakee, dat is 1. Deze. Hop, dat is 2. Wow, dit is heel erg satisfying. Ja. Ja. Nu hebben we alles. Eigenlijk moeten we nu die piraat nog. Dan doen we alle kaarten erin. Oké, de enige die we nu nog nodig hebben is nog een Piet Piraat. Nog een zwaard en nog een kanon. Ja, die twee hebben we. Dat hebben we nodig. Ja, ja, Piet Piraat. Ja, heb je hem? En nog een zeilboot. Oh, nice. Dit is echt leuk om te verzamelen. Ja, dit is echt tof, ja, hè? En zo, kijk eens naar dit zwaardje hier op de hoek. Wow, dat gaat allemaal straks in één klap vallen, bro. Allemaal, ja. Dat wordt zo satisfying. Heb je het kanon? Ja. Yes, Marvin heeft het kanon. Ja, hier, die kan je wel inleveren als je wil. Oké. Het kanon en de zeilboot. Hij ligt gewoon bijna recht. Ja, hey, de cameraman was er helaas niet op tijd bij, maar ik heb hem in mijn eigen ogen gezien en we gaan hem er nu uithalen. Yes. We stoppen erin. Hey. We hebben hem. En deze ook nog, hè? Die gaan we ook nog even pakken. Verrekijker, die moesten we ook hebben voor de derde. Gaan we voor de derde? Het stuurwiel. Stuur, kanon. En een kanon. Wow, bro. Nice, ja. Zwaard. Ja, lekker, bro. Hey. Ja, daar hebben we daar 3 van. Ja, nou het zwaard. Ja, daar hebben we ook 3 van. We hebben alleen nog piraat. Ja, het schip. En kanon. Schip, die hebben we heel veel. Ja. Dames en heren, kijk eens eventjes hoe ongelooflijk veel muntjes we hebben. Zien jullie dit? Niet nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, dit gaat zo lang duren om in te leveren. Yep. Wow. Ah joh, dat doen wij wel. Halen jullie maar die kanon en die piraat. Ja, moeten we nog 1 kanon en piraat, dan stoppen we ermee. Dan hebben we genoeg punten. Jongens, we hebben hem. Het kanon. Hier heb ik 2 nieuwe aanwinsten voor de collectie. Fijn, bedankt. Ja, ja, kunnen we gebruiken. Super. Bedankt voor je... Piraatje, piraatje, waar ben je? Piet Piraat. Hoppakee, Piet Piraat. Hier is hij dan. De Piraat. Piet Piraat. Nou, wij zijn nog steeds bezig. Oh my god. 3 keer de bonus, dames en heren. Kijk dan, 18.000 punten. Ik denk dat er... 22.000. Wow, 22.000. Ik denk dat er nog nooit zoveel is ingeleverd. Ja, denk ook niet. Hier, kijk wow, hoeveel je ik hebt nog echt heb. Veel. Nou, maar nu moeten we voor de 4. Ja, dat is echt. Ja, we hoeven er weer nog maar 2. Maar die piraat en die kanon elke keer. Ja, maar die komen ook niet veel. Die piraat en kanon die zijn zeldzaam. Die heb je niet zoveel. Later. Hé, hey, waar willen ze zijn weg? Het zit er wel in. Het zit er wel in. Het zit er wel in. Oh! Zoveel beweging heb ik echt het afgelopen uur nog niet gezien. Dus ik zie potentie. Hij ligt anders. Andere raakvlakken. Oh, ja, 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 ja. Die knippen we eruit. Ja, het is dat kleine haakje, maar die achterste, die roze, voor een of andere reden wil die soms ook wel omhoog. Kijk, die grijp je soms zo en dan denk je... Oh, maar... Wat heb je? Nee! Voor jou! Wat, maat? Je hebt de hamster! Staat op beeld. Ik heb denk ik 500 keer geprobeerd. Wat? Maar hier is hij eindelijk. Oh my god! De nieuwe trotse eigenaar van de hamster. En zijn knop. Yes. Eindelijk! Eindelijk! Oh, hij is zo lief. Ja, hij is echt lief en hij is zo lief. Kijk, mijn hamster! Ja! Hey. Zo gelukt! Echt fijn. Op beeld, kan niet beter. Echt fijn. Van Janneke. Oh, wat lief. Alsjeblieft. Dankjewel. Wat een legend. Weer één gewoon. Broertje van, hè? Ik ga hem erbij zetten. Kijk, family is het gewoon weer samen. Lekker. Echt goed. Yeah, we did it, man. Wat een baas, hè. Hij is echt een grijpmachinebaas. Ongelooflijk. Dames en heren, ik denk dat nog nooit iemand zoveel punten heeft gehaald. We hebben in totaal 5 van alles. Dat betekent dat we ook nog alle muntjes erbij hebben gedaan. In totaal 744 muntjes met 5 punten en 511 muntjes met 20 punten. Die zijn er allemaal ingedaan, de meeste door Myron en Janneke. Dat brengt ons op een totale score van 43.540. En daar gaat hij met de pas.
Wat kunnen we daar nu al van halen? Oh my god, hij moet lang laden. Hij staat erop. Wow, yo. Oh god, niet normaal. Ik zou naar de prijzenkast gaan. Ja. Gaan we pas aan het einde doen. We gaan helemaal aan het einde kijken of we een hele zieke prijs uit kunnen zoeken. Wat doe je? Je moet die ballen in de 10.000 in de rollen. Rollen, hè? Ja, of dit. Oh, zo. Oh. Oh ja, in het midden. Oh ja? Ja. Dus is voor mij 10.000 of helemaal niks? Ja. Wow! 10.000! En hij staat in één keer op voorsprong. Oh, ik deed hem in die 3. Ik wist niet dat hij daarboven nog was. Oh. Hé, hey, ik heb gewonnen hoor. Nee hoor, we hadden gelijk. Ik had 18, jij 17. Ik had ook 18, kijk. Oh. We hebben allebei 18.000. Ja. Hé, hey, lekker ding. Yes! Nog een keer! Dit is zo leuk! Doe mee, Jannekes! Vet leuk! Kom, ja, ik kom, doe mee, kom! Hé, hey, maar doe mee! Doe ik mee, doe mee, kom, doe mee. Snel! Ik doe mee! Ik ga ondertussen wel weer even jong leren. Oké, 10.000. Oh! 10.000! Let's go! Ja, ik ook! Echt? Ja? Oh my god, serieus? Mooi, joh, wat goed! Oh, weer 10.000! Oh, jij had 29.000, ja, ik 28.000. Wow, maar dit is echt ziek. Score to win, 50.000 punten. 500 jij ook, tickets. Laat maar even zien. Oké, we moeten die 10.000 gewoon 3 keer of zo hitten. Ja! Daar was hij weer. Wow, 22.000. Wow, dit is echt een leuk spelletje ook. Wow, ik heb nog geen 1 keer in de 10. Ja, je moet schuin gooien. Ja, ik probeer ik. Kom erop met die ballen. Laat ze rollen. 10.000. Ja, de eerste bal. Hoe doe je dat? Oh, ik heb nog 8 ballen. De eerste bal. Ja. Yes. Ik zag hem. Oké, daar gaat hij. Kom op. Oh. Ja! Weer 10.000! Wow! Maar hey, kom op, ik ga alleen maar focussen voor die 10.000. En dan straks dan heb ik net als Steph Curry, zoals de 3-pointer, heb ik gewoon alleen maar de 10.000-pointer. Boom! Ja! Ja, 2 keer! De topscore op dit moment is van Janneke, 29.000 punten. Ja? Mooi joh. Ja? Ja! Yes! Echt sick hoor. Hier, nu heb je alweer 28.000. Nou, dan gaan we eventjes voor de 50. Oh, 10.000, de eerste bal bij Mayen. Oh, je hebt nu al 30.000. Ja! What the fuck? 40.000. What the fuck? Kom op. Oh. Wat, schat. Nee, dat is het. Oh, zonde. Oh my god. 46.000. 46, nou dat is oh, wel je goed. Had 50.000 nodig. Helaas. Terwijl zij lekker doorrollen met die ballen, gaan wij eventjes naar ring gooien. Juist, dat gaan we doen. Dit is hier een prachtig spelletje waar je mooie ringen kan gooien. Even alle ringen verzamelen. Kijk, we hebben hier 5 ringen en die kunnen we hier op het bord gooien. Gaan we even een mooie score halen. Zo, het is moeilijker dan je denkt. Dat is 1. Oh! Game over. Zo, nu al game over. Dit is moeilijk, mensen. Ik heb maar 2 ringen geraakt. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Geraakt. 5, 6, oh, er zijn 7 in totaal. We gaan kijken of ze alle 7 kunnen raken. Oh! Alle 7 ringen hangen op het bord. 1, 2, 3, 4, 5, nee, 6. Huh? Er is 1 ring weg. Er hangen 2 in het midden. Oh, dit was een mooi score. Hier ben ik tevreden mee. Door naar het volgende spel. Dit is toch wel één van mijn lievelingsspelletjes. Je krijgt pingpongballen en daarmee moet je dus gaan gooien en dan moet je proberen om alle tegeltjes te raken. En dat is nog best lastig. En als je alle tegels raakt, dan krijg je een bonusronde. En die bonusronde die is echt super vet. Maar dan moet ik ze wel allemaal zien te raken. Nou, dat gaat wel lukken hoor. Ja hoor. Bonusronde. Komt er maar. Moet je kijken, die kleuren.
Oh my god, wat een kleuren. En de laatste. Oh, lekkere puntjes hoor. 4855. Die bonusronde is zo vet met al die regenboogteltjes. Echt super vet. Dit spelletje is goedgekeurd. Oh, 5953. Wat? Oké, nu krijg ik echt heel veel tickets. Had je weer knuffel? Ja. Wow. We wilden dus deze snel pakken en daarna deze erachter. En ik had deze in één keer en deze net niet. Dus ik ga het weer proberen. Laat ik aan jullie zien. Ja, let op. Zo gaat het. Dan pakken we die, ja. En dan gaan we hier naartoe. En dan komt die zombie. Ja, die gaat naar binnen. En dan doe ik deze. Ja. Oh. Oh. Oh, wow. Neem het. Ja. What? Jannik heeft de jackpot. Nou, die heeft al anderhalf jaar, hoor. Ziek, hoor. Die heeft al anderhalf jaar, zegt Thijs. Ik wil ook een keer iets winnen met grijpen. Ja, bij het hoofd. Ja. Nee. Kom op, Lilo. Kom met me mee. Hoe doet die Thijs dat toch, hè? Hey, wat is jouw geheim, Thijs? Niet denken, maar doen. Boom. Niet denken, maar doen. Boom. Ja, hij valt weer. Als hij er nu eerder eentje heeft dan ik, dan word ik gek. Oh, wil je een wedstrijdje van maken? Wil je een wedstrijdje doen? Wie er eerst een heeft? Wacht, gaan we even kijken. Oh, waar is die handshake? Ik ga timer zetten, dan gaan we kijken in hoeveel tijd wie de eerste knuffel eruit heeft. 1, 2, go. Daar gaat hij. Ja! Ja! Oh, komt hij? 1, 2, ja! 31 seconden! Ik heb de grijpmeester verslagen. Ik heb hem verslagen. 31 seconden. Wat? Even testen of het geen geluk was. Wat? Even testen of het geen geluk was. Oh my god, bro. Dit is mijn eerste knuffel. Hoe doe je dit toch? Die is dus niet moeilijk. Ja. Jij blijft wel de goat hoor, in de grijpmachines. Bro, als je deze nu hebt, nee, dat kan echt niet hoor. Even, die moet er even uit. Want je zat net iets dicht op mij. Half meter. Oké, ik dacht anderhalf, maar goed. Nee. Helaas bro, wil je een nieuw wedstrijdje? Ja, nieuw wedstrijd. Ik geef je een nieuwe kans. Maar deze mag je niet gebruiken. Die zijn makkelijk. En hij zei net nog, laat even zien. Mag je ook wisselen van bak? Ja, tuurlijk. Mag je wisselen van bak? Oké, wil je wisselen van bak, serieus? Alle bakken tellen, ja? En de tijd gaat nu in. Dan ga ik als eerste deze doen. Oh, natuurlijk, meisje. Als ik hem nu heb, hè? Oh, nee, ik heb hem niet. Oh, what the fuck? Stop die tijd, nu! Wat? Wat heb je? Nee! Nee! Buzz Lightyear? Bro, kom op. Hey, als je nog een keer wil. Ja, is goed. Hey, maar dit is wel ziek hoor. 31 seconden en 42 seconden. Echt ziek. Oké, reset. Ik ga bij die stitch beginnen nu, ja? Is goed, dan begin ik daar. Prettige wedstrijd. Tijd gaat nu in. Let's go. Oh, nee. Ja! Oh, Buzz Lightyear, wat doe je nou? Ik ben op 3 bakken tegelijk aan het spelen. Stop die tijd is gewoon. Nee. Bro, meen je dit? Heb ik niks? Stop die tijd is gewoon. En ook gewoon deze nog, hè. Bro, jij bent die echte master. Ja, ik ben die echte master, ja. Oké, nog een keer? Ja, maakt me niet uit. Kies maar een bak voor mij uit. Behalve Garfield. Nee, we doen gewoon, het staat 2-1 voor jou. Ja, die ga ik niet pakken. Oké, is goed. Oké, ik zet hem even bij de andere. Ja. Hij zet hem bij de andere, kijk. Wat een flexer, jongen. Oké, je klaar voor? Ja, zeker. Prettige wedstrijd. Tijd gaat nu in. Ja, ik hoef maar één keer te doen, dan staat er 2-2. Kijk, zie je? Ik hoef maar één keer te doen, zei ik toch? Nee! 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 Kom op! Hé, waar zit je altijd bij die dan? Ja, kijk dan. Kijk. Ja! Vallen! Nee! Hé, hey, ik had er nog een punt op staan. Maakt niet uit, ik pak Mario al. Dit maakt niet uit, ik heb Mario al, kijk. Maakt niet uit. Kijk, ik heb Mario al, bro. Vallen. Ik heb Mario al, bro! Ik zei het toch, stop de tijd! Boom! Let's go, it's me, Mario! Yes! Wow, hoe doen we dit? Elke keer tot nu toe nog onder de minuut, bro. Dit zijn gekke challenges. Hey, 2-2 staat het, hè? Yes, dames en heren, de finale. Ik zet hem even bij mijn knuffels. Waar is mijn andere? Die heb jij weggegooid, of niet? Welke? Ja, die ene langwerpige, die horror. Zit hier nog niet in? Oh,
die zit er nog in. Die heb ik nooit gepakt. Kijk. Disrespect. Zo ga je niet met je prijs op. 3, 2, 1, start de tijd. Bro, stop de tijd. Oh. Dit is wel zenuwslopend. We zitten op 30 seconden, Thijs. Kom maar, kom maar, kom maar naar huis toe. Nee. Ja, pas lijstje. Nee! Ja, misschien wordt het... Nee! Thijs, wat gebeurt er bij jou? We zijn al 7 minuten bezig. Ik snap er helemaal niks van. Dit is zo niet ons. Dit is zo niet ons, zegt hij. Ja, Bas Lightyear! Bas Lightyear! Nee! Nee! Hey, ik zit toch op mijn eigen tanden? Nee, Mario! 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 Nee! Zullen we gewoon hierbij blijven? Ja, Bas Lightyear! Oh, nee! Die grijze. Ik zeg het je, die grijze. Stop de tijd! Yes! Wow! Wat de f... Ik heb die Buzz Lightyear hierin gekregen. Kijk dan, die Buzz Lightyear zit in de wagen. Buzz Lightyear. Hij doet niks meer. Je hebt hem gesloten. Buzz Lightyear zit in de Mario bak. Oh my... Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, maar dames en heren, er kan maar één iemand de winnaar zijn. Let's! Yo! Schatje, weer ik heb alweer een knuffel. Ik leg hem bij mijn andere prijzen. Hey, weet je wat het is, dames en heren? Ik heb hier Mario en deze twee horrorfiguren. Thijs heeft aan de andere kant Bas Lightyear en twee keer Lilo. Weet je wat? Ik geef de grijplegende een nieuwe kans. Ja? Oh, maar dat is hij nou al aan het doen. Dus Lightyear, kom maar lekker naar huis, jongen. Helaas, okay. Ik geef jou een nieuwe kans. Oké, dat vind ik mooi. Ja? Nieuwe kans. Nieuwe kans. Een nieuwe finale. Okay. Helemaal mee eens. Ja, dat snap ik. Want hè, nu ligt het gelijk, zeg maar. Ik heb zo'n hamstje eruit gehaald. Klopt, het gelijk. Je hebt één meer. Ja. Nu draait het om. Nu draait het om. We gaan de finale opnieuw doen. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Daar gaat hij in 3, 2, 1, start. Nou, finale is al gespeeld. Finale is al gespeeld, mensen. Kijk. Finale is al gespeeld. Oh! Ja, Bas Lightyear, wat doe je nou? Yoshi! Nee! Elke keer, hij zit met een lachen, hè, die Thijs. Maar wacht maar, die Bas Lightyear ligt al op zijn kop, dat is perfect. Kom maar naar huis toe, kom maar naar huis toe, we wachten op je. Ja, mijn Bas Lightyear dan, bro. Mijn Bas Lightyear dan. En mijn Stitch dan. Kijk dan. En mijn Stitch dan. Ik heb er 2, je hebt 1, ga weg. Nee. Ga weg. Stop die tijd, je hebt er 1. Hij heeft er 2 tegelijk. Wat? Hij heeft de 2 tegelijk! Yay! Oh my god! Zo, dat was een zieke finale! Wat spannend, gek! Jeez. Damn! Jij had als eerste die. Ja. Yep. Deze hing nog in de lucht. Toen deze viel, toen hing die nog in de lucht. Ja, echt. Ja, je hebt... Hey. Bro, respect. Crazy finale, man. De legendary... GG's. Krijger is dit. De man, de goat, Thijs. Damn, bro. Je ziet het hele collectie van ons. Ja, het is verdiend. Laten we het allemaal op bed leggen. Yes, sir. Voor vanavond kunnen we lekker knuffelen. Dames en heren, dit moet wel mijn spelletje zijn, want ik hoor het deuntje met het jongleren. Hoe het werkt, je hebt een bal en die bal die kan je gooien en dan krijg je punten als je in een gat terechtkomt met deze bal. Maar je hebt daar dus een witte soort van melkfles en die witte melkfles 1000 punten. Daar gaat hij. Hoi. Oh! Nee, maar die telt eigenlijk gewoon weer. Dat is lekker hoor. Oh! Wat nou als je die bal hier naar mijn hand gooit en dat ik hem hier vang? Bijna. Ja, perfect. Oh nee. 300. Nog eentje. Je kan hem ook hier aan mij geven. Oh ja, dit is het. Dit is het. Kijk. Ja, soms moet je creatief zijn met dit soort spellen. Heb je? Ja. Dit is niet vals spelen trouwens hoor mensen. Dit is nog één worp is dit. Ja. Die is niet te missen. Nu is hij niet te missen denk ik. Die is niet te missen deze. Onmogelijk. Dit is ook jouw spelletje. Ja. Zijn jullie er klaar voor mensen? Daar gaat hij hoor. 1, 2. Komt ie. 50 punten, ik moet gewoon gooien. Hier! Ja. Kijk hoe nou zit er dan. Ja. Hij zat erin, hè? 250. Enzo, moet mij niet testen. Huh? Hey, ja maar. Eerste keer. Hij heeft gewoon de Garfield. Wie is nu de king? Oké, ja, we gaan straks weer grijpen. Maar check dit. Dit hoort er natuurlijk even bij. En dan, let op. Oh, trickshot. Ja.
En wat is deze? Hey! Oh, die is fijn. Die is fijn, hè? Hey, zullen we dit eens doen? Deze is mooi, die heb ik dus straks ook gedaan. We gaan eens even flesjes omschieten. 3, 2, 1, go! Fire. Boom, boom. Oh, dit is wel lach hoor. Oh, missie 2, missie 2. 1, 1. Oh, dit is wel moeilijker. Wow, yo. Congratulations. Missie 3. Wow, die laatste waren echt lekker. Wow, missie 4, bro. 1, 1. Missie 5. Je hebt hem wel. Missie 5. Oh, missie 5. Dat is waar ik ben gekomen. Het is moeilijk hoor. Wel lachen dit. Nou, ik berg het wapen weer veilig op. Wat we nu gaan doen is clowntjes gooien. Let's go. En? Wow, yo, je hebt 200? Knap hoor. Wat? Bro, hoe doe jij dit? Even serieus. 370? Je ziet me, hè? Weet je wat voor mij de glitch is? Nou? Gooi je als een dartpijl. Ja, ik gooi zo. Ja, dat doe ik ook. Hè? Dat kan ik echt goed mikken. Oh, nu ga ik wel heel lekker. Oh, ik heb bijna alles geraakt. Ja! 310! Ja! Oh, ik miste hem! Ik miste hem! Je ziet me, hè? 310! Kijk, nu hebben we allebei geoefend. Finale? Finale! Nee, wat slecht! Oh my god. Bro, je hebt me geowned. Drankje. 290, ik heb 200. Oké, we gaan maar snel op naar die grijpmachine. Let's go! Dames en heren, check dit. Ze hebben alles weer bijgevuld. Lilo en Stitch. Oh, die zwarte, die is ook vet. Gosh. What? Donkey Kong en Toad erbij. Toad! Oh, dat is zo fijn. Oké, bro, weet je wat de nieuwe challenge is? Let's go. We gaan 5 minuten grijpen en we gaan kijken wie de meeste heeft in 5 minuten tijd. Oké. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Prettige wedstrijd. Prettige wedstrijd. Start! Oké, die groene heb ik ook nog niet, die wil ik ook wel. Die groene is van mij. Ik zeg het je, die groene is van mij! Ja! Dat is de eerste. Die zwarte heb ik ook nog niet. Oh, wat lekker. Die zwarte. Ja hoor, die zwarte is ook voor mij. Oh, jammer. Kijk, de rode. Ja, nummer 2. Mijn scan. Oh nee! Mijn scan. Nee, kijk die. Die ga ik er nu uitpakken, kijk. Oh, perfect. Oh, kijk. Nee, bro. Nee! Bro, wat zit er mijn grijpmachine te pakken, man? Oh my god. Oké, dat is 1, dat is 1. Oh, die heb ik ook. Ja, Mario, oh, ja. Mario. Nee! Mario, wat doe je me aan? Ja, Buzz Lightyear. Ja, Buzz Lightyear. Nee! Oh, Mario. Mario, let op Mario. Ja, dat is mijn Mario. Dat is mijn Mario. Dat is 2. En nu die rode, nu die rode. Hé, hey, van wie is deze? Dit is de mijne, dit is de mijne. Die is dit die aan? Ja. Oh mijn god, hij heeft er ook 2. Ja, hier heb je toch de hoogste winkans, denk ik, hoor. Ja, die zwarte. Bro, kom op. Ja. 3. En kijk deze. Oh, bijna. Oké, ik ga voor die oranje. Kijk de oranje. Ja, de oranje, ik zei het je. Ja, kom bij daddy. Ja, let's go. De oranje, ik zei het nog. Oh, nog 10 seconden. Ja, dat is mijn Lilo. Nee. Ik denk dat dit de laatste is. Dit is de laatste. Oh, hij viel. Dit is de laatste, Thijs. Deze telt voor twee. Kijk. Ja. Als laatste. Ja. Boom. Ja, hé, bro. Je moet hem mij geven, man. GG, man. Je moet hem mij geven, bro. Die toot ook nog. Die toot nog als kers op de taart. Zo. Volgens mij had jij de roze. Ik had sowieso de oranje. Ik had de zwarte, de rode. Even kijken, de groene volgens mij ook. Ik had toot. Deze had jij. Oh nee, die was van de vorige volgens mij. Ja, en deze geloof ik. Had ik dit? Kan dat kloppen? Ik weet het niet. Ik weet het ook echt. Maar ik heb in ieder geval wel gewonnen. Dat weet ik wel. Zo, 100%. Oh my god. We gaan de volgende challenge doen, aangezien wij het grijpen zo leuk vinden. Bij elke kast krijgen we 2 beurten. Dan gaan we kijken wie er ja, iets grijpt. Dat is mooi. Zal ik beginnen? Doe je ding. Dan ga ik 2 keer mijn kaartje scannen. Bij Lilo en Stitch. Of nee, bij Lilo en hoe heet die andere? Ik weet niet hoe die andere heet, maar bij Lilo en de andere. Oké, 2 credits voor mij. Daar gaat hij, ja? Ik ga voor het kontje van die. Dit is wel iets wat ik heb geleerd van Thijs. Voor het kontje gaan. Ja, kontje is niks best. Oh.
Dat was wel al een goede poging. Dit wordt mijn tweede. Potentie, potentie. Nee, toch. Ja! What? What? Oh my god. Ik heb hem. Hey, Lilo. Yay! De tweede keer. Oké, de druk is hoog, bro. Kom op, jij kan het. Jij bent toch de grijplegend? Ja, daar ben ik. Oeh, dat vind ik een hele rare. Is goed leggen. Oeh, ben je het nou kwijt, Thijs? Ik ben het kwijt. Ik ben helemaal volledig de draad kwijt. Thijs, je bent kwijt. Ja, je bent kwijt. Dan gaan we nu naar de tweede kast, dames en heren. Kijk. Ja hoor. Oh, blijf. Nee! Maar hij ligt er nu wel perfect voor. Kijk, hij lacht namelijk ook. Ik pak hem bij het koppie. Bij het koppie! Dit is de tweede. Ja hoor. Ja hoor, oh, die precies is goed. Wat ik die zei. Is goed. Die is bij goed. Het koppie. Ja! Alweer bij de tweede! Yes! Hey, misschien hebben we een nieuwe grijplegend. Ik ben mijn titel eigenlijk al kwijt. Oh, let's go! Ik moet er nou twee uithalen, dan staan we gelijk. Dat is waar. Wie weet wat hij oppikt. Oh, maar die ligt er wel goed voor. Ja, nu ligt hij lekker. Oh. Ja, dit ziet er wel goed uit. 3, 4. Ja, dit ziet goed uit. Ja, lekker Thijs. Clean. 2-1, dames en heren. Dan gaan we naar de Mario en Luigi kast. Ja, ga je voor Yoshi? Binnen de rand. Oké, ja, nee, dat is goed. Ja, je kan natuurlijk ook Luigi zijn kontje pakken. Ja, ik dacht, ik ga Luigi zijn kontje achterna. Sterker nog, ik ga het ook doen. Oh, ik weet niet of je dat haalt. Ja hoor. Maar neemt hij hem mee. Oh, die leg je perfect voor me neer. Maar goed voor jou. Die leg jij perfect voor me neer, maat. Kijk, ik vroeg nog aan je, wil jij eerst? Dat was eigenlijk strategie van mij. Ja, dat heb jij heel slim gedaan. Kijk, want hier hebben we Luigi. Wat? Oeh! Nou, we moeten het wel spannend houden, dames en heren. En daarom ga ik nu voor Mario. Kijk, voor het kopje van Mario. Kijk, we houden het spannend. Zo. Oh, grijptechniek is wel aanwezig. Wil jij als eerst of zou ik? Ik wil weer beginnen. Oh, jij gaat beginnen. Goed, dat vind ik interessant, want dat pakte ze net niet goed uit. Ja, maar ik heb een goed gevoel over Lil Buzzy. Als ik hem nou wegkaap en die ander ook, dan heb jij niks meer, dan sta ik 3-2 voor. Nou, laat me zien, bro. En rust. Bij het koppie. Ja, is jammer. 1 beurt verpest. Ja, amateuristisch foutje weer. Het is klaar hier. Wow, twee keer grijpt hij het plastic, dames en heren. Hij grijpt twee keer het plastic. Dan zit er niks anders op dan om deze oude legende af te straffen. Met een legendarische poging. Een legendarische poging, dames en heren. Zo het koppie. Ja hoor. Oh, Buzz Lightyear ging vliegen. Oeh. Maar niet in de bak, helaas. Even een nieuwe poging, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Kijk maar, dames en heren. Twee tegelijk. Nee. Dan gaan we naar Garfield. Wil jij als eerst of ik? Jij gaat als eerst. Ik ga als eerst. Deze lijkt me heel lastig. Ik ga toch een poging wagen voor deze achterste. En dan hoop ik dat hij zijn kop vastpakt. Ah, deze is wel heel moeilijk hoor. Maar het is jou wel gelukt. Ja, was voor mij wel gelukt, ja. Dat is wel verpand. Kijk, ik ga voor deze hiernaast. Ja, dit kan hem wel eens worden. Oh, die is heel goed. Oké. Het staat 2-1. Ja, nog steeds. Geen grijpdracht. Maar alsnog pakken. Dat is kap. Dat is kunst. Dat is passie. Dat is vrijheid. Dat is monster. Helaas. Maar we hebben er nog eentje in natuurlijk. Komen we aan bij de allerlaatste, dames en heren. En ik vind wel dat deze telt voor 2 punten. Deze telt voor 2 punten. Wil jij als eerste of ik? Jij, als je wil. Oké. Ik ga als eerst. 2 rondes. Ja, ze moeten eigenlijk eerst plat liggen, of niet? Op de zijkant, of op de rug, of op de buik. Ik ga voor die rainbow. Kijk eens even. Nou. Hij kwam wel heel eventjes los, maar hamster heeft net te veel gegeten. Voor de winst, hè? Oh, als dit hem lukt, dan ben je wel weer die krijglegende. Oké, even denken. Wat ga ik doen? Ik ga eentje schuin leggen. Dat ga ik bij die achterste doen. Die leg ik eerst schuin op zijn rug. Zo. Til hem op een beetje en gaat hij vallen. Er ligt er dus eentje voor en dat is jammer. De laatste kans, bro. Nee, het zit er niet meer in. Via dat kleine haakje daar doorheen. Dat was de enigste. Nee, deze is wel echt heel moeilijk. Dames en heren, wederom, we hebben een nieuwe grijplegende. Goeie wedstrijd, man. Gefeliciteerd, jongen. Dank je. Gefeliciteerd van de titel. We gaan in ieder geval lekker slapen met de knuffeltjes straks. Dat is 1 ding wat zeker is. Kijk dan. Kijk.
Die Donkey Kong ligt erin, die moet er wel even uit. Ja, dat snap ik. Die Donkey Kong is wel echt heel erg fijn. Oh, deze is wel weer perfect hoor. Ja, er tussendoor. Bij de chest, bij de chest. Ja! Nee! Oh, je hebt hem vast in dat rode dingetje. Ja! 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 Yes! Het is Donkey Kong! Yes! Laat ze plaatsen! Hé, hey, maatje! En zo zie je maar weer, dames en heren. Nieuwe grijplegende. Zit het er dan echt niet meer in? Oké, dames en heren, ik ga jullie even meenemen. Laten we even kijken waar de dames uithangen op dit moment. Misschien liggen ze al wel op bed, dat weet ik helemaal niet. Het is namelijk op dit moment, dit gaan jullie echt niet geloven denk ik, maar check even hoe laat het is. Het is al 6:15. Zie ik daar twee dames op bed liggen? Ja, betrapt, betrapt dames. Jullie liggen op bed. Ja, wij willen slapen. Goed, de dames willen slapen. Oh, het is al een nieuwe dag, ik moet opstaan. Ik ook. Ik denk ook even dat ik ga racen. Ja. Let's go! Een nieuw spelletje heb ik nog niet gedaan. Deze. Nee, deze heb ik ook nog niet gedaan. Oh mijn god, we zitten bij elkaar, serieus? Maar wat moeten we doen? Racen en hier schakelen. Racebril op, let's get it! Wow, yo, wow, yo! Wat?! Ik kom eraan, ik kom eraan, ik kom eraan, ik kom eraan! Ja hoor, kijk mij! Hop, klein beetje gras, maakt niet uit. Nee! Oh mijn god. Mijn auto is kapot, mijn auto is kapot, mijn auto is kapot. Ja, ik zie jou hier. Ja, ja. Ik haal jou in, bro. Hier. Boom. Mijn auto is alleen maar aan het branden. Ja hoor. Op naar de overwinning. Bitches. Hé, hey, wat de heck, man. Hé, hey, wat doe je? Hé, hey, bro, wat doe je? Wat? Wat doe je? Je reed me volledig aan. Wel gewoon mee racen. Ja, bro. Ingehaald. 5, 4, 3, 2... 1. Woehoe. Ja, ik wil mijn moeder bedanken. Ik wil Mywin bedanken. Dankjewel. Goeie wedstrijd, man. Leuk spelletje. Hey, GG's, man. Gaan we ook nog even op de waterscooter? Toet, toet, toeter op mijn waterscooter. En daarmee toet, toet. En wel toeteren naar mij, hè? Kijk hem. Maar dit is keihard dat je dit allemaal samen kan doen. Dit is vet. Wow, wow. Wow, wat doet hij? Wow, wow, wow. Bro, mijn gaat alle kanten op. Oh, ja, 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 wow. Wow, wow, wow. Wat, wat, bro? Bro, mijn ding. Mijn ding? Oh my god. Oh, ik ben lekker aan het rijden. Op de waterscooter. Oh. Wat is dit, bro? Wat is... Hé, hey, mijn scherm is nat. Ik zie je. Ik zie je op mijn bij vliegen. Op mijn scherm, bro. Oh, wat? Ik ben gefinished. Eerste. Wow, dat scheelt bro een halve seconde. Ja, dat is niet normaal, hè. Dat is niet normaal, hè. Hé, hey, dit was wel echt vet, man. Serieus. Ja, dit was mooi, serieus. Wow. We gaan MotoGP doen, dames en heren. Kijk, kijk, kijk. Hij is echt zo'n motorrijder, hè? Ik ben zo benieuwd hoe Thijs hierop gaat reageren. En weet je wat het, weet je wat serieus moet? Je voeten van de grond, oké? Hey, nee, man, dit is jammer. Kijk. Mijn camera is kapot. Hey, wat? Hey, ik ben al af, man. Oh, dit is zo vet. Ik krijg serieus wind in mijn gezicht. Oh, mijn god, ik sta tweede. Ik sta eerste. Ik sta eerste. Ga ik echt winnen? Ga ik winnen? Ja, de finish. Oh, tweede? Oh, ik ben tweede geworden. Wat? MotoGP, dames en heren. We gaan het niet meer spelen. Het maakt zoveel lawaai. Dit is echt niet normaal. Nou, ondertussen liggen de dames dus te slapen. Het is nu 1:06. 2:06. En ja, we gaan gewoon lekker door. We zijn hier dus nu al 6 uur, hè? We hebben 6 uur te gaan. Dat is echt niet normaal. Ja, ja, we zijn op de helft. Dat is echt niet normaal. Dat is echt bizar. Je zou maar gaan slapen op de helft. Oké. Ja, ja, versus. Twee players. Ja, lekker. We kunnen weer met elkaar. Hoe leuk is dat? Oké. Nice. Zullen we gewoon easy doen? Ja, let's go. Lekker. Kijk, ja, kijk, Thijs. Vind je mooi, hè? Dat vind ik echt grappig, hè. Ja, daar gaan we. Hoe vet is dit, dames en heren? Oh, lekker, maat. Ook nog mijn dingetje afpakken. Ja, wacht jij maar eerst. Ik wist het. Wow. Het gaat top. Dit is zo leuk. Mario Kart. Op zo'n apparaat. Nee. Oh, heb ik ook voor jou gejat?
Dat is echt lullig dat je dan van mij jat en dan mij niet voorlaat. Omdat je alles top komt. Let's go, Peach heeft gewonnen. Verloren van een meisje. Hoppa! Oh, nee! Nee! Wat was jij voor een soort van wondertol of zo? Ja, ik was zo'n spin. Met allemaal van die punten eraan. Ja, je was gewoon een tol. Ja, ja, dat is het. Een tolletje. We gaan nu een hele moeilijke map. Daar moeten we nog eentje doen. Let's go. Oh, dit wordt een spannende race. Dit wordt een hele spannende race. Oh my god, we zitten echt elkaar op de hielen gewoon. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, nee! Het is zo'n stukje. Oh, lekker bro. GG's. Hele goeie, GG. GG, dames en heren. Oké, we gaan allebei ringen gooien. We gaan kijken wie de meeste ringen erop kan krijgen. Klaar voor? Yes, sir. Go. Dat is één. Jonge toch. Yeah, you got one. Ik heb er drie, maar ik heb er eigenlijk vier, want ik heb er weer twee om de middelste. Dat had ik toen ook. Wow, that's sick. Oh. Yes! Vijf! Let's go! Nee, niet nog een keer. Niet leuk. Wil je deze doen? Ja, we moeten die 50.000 doen. Oké, we gaan deze doen. Ik heb hem al! Je hebt hem! Ik had er niet eens door, ik heb nog twee ballen over. Oh my god, yes! Je hebt hem bro! Let's go, je hebt hem! Eindelijk! Go. Ik had er niet eens door, maar alles vloog erin. Oh my god, je hebt hem! Wat? Hij heeft gewoon de jackpot! Oh yes, die kunnen we what? Ook afvinken. Ja, die is echt nice. Heel erg ik nice. Ik weet niet eens meer wat er gebeurde, maar er stond ineens 50.000. Oh my dus god. We moeten terug gaan kijken. Heel nice. Ik ga ondertussen heel eventjes kijken bij de dames. Ik denk dat ze echt compleet in slaap zijn gevallen. Yep. Kijk ze nou liggen met alle knuffels en alle tickets. Ze slapen gewoon door alles heen. Door alle geluidjes. Kijk ze nou schattig liggen. Oh, zo fijn. Oké, dames en heren. Aan alles komt een eind. En zo ook aan het wakker blijven hier in GameState. Het is op dit moment 7:08, zoals jullie kunnen zien. Dus we zijn al 7 uur lang hier in GameState spelletjes aan het spelen. We hebben echt ongelooflijk veel punten behaald. Hoeveel weet ik geen eens. Maar we gaan maar gewoon eventjes een paar uurtjes nog slapen. Het is niet echt mogelijk om te slapen met alles aan. Dus ja, je ziet hier dat we trouwens alle tickets hebben liggen. En alle knuffels. Het is echt een chaos. Marvin die kan niet slapen, die is weer wakker voor. Janneke ook. Thijs die ligt er net naast. Ja, het is tijd om te gaan slapen. Sam die komt er ook aan. Die is nog even één spelletje aan het afmaken. En dan komt hij hier ook heen. Ik moet zeggen, het ligt nu wel echt lekker hoor. Ik heb nog helemaal niet gelegen. En nu ik voor het eerst hier lig, heb ik wel zoiets van... Oh, gelukkig bij me liggen. Je wilt echt slapen. Marvin en Janneke die wilden een uur geleden eigenlijk al slapen. Slapen. En dat is er wel heel eventjes gelukt, maar uiteindelijk toch al die geluiden en oh, drama. Dus nou goed, ik ga even ze doorgeven of ze alle apparaten uit kunnen zetten. Dan kunnen we nog een paar uurtjes slapen. Gaan we een wekker zetten? Dus bijvoorbeeld, ja, het is niet handig namelijk als we hier nog liggen als het 12:00 is en we komen klanten binnen. 10:00, 10:30 of zoiets. We gaan een wekkertje zetten om wakker te worden. Slaap lekker. Slaap lekker. Hey, slaap lekker, Sam. Slaap lekker. Slaap lekker. Ik ga even vragen of ze de stekker eruit willen trekken. En dan krijg ik, wou zeggen morgen, maar dan krijgen jullie straks te zien hoeveel punten we in totaal hebben gehaald. We moeten ook sowieso wel de wekker zetten, want we moeten alles nog inleveren in de machine waar je al die tickets in doet. En dan gaan we erachter komen hoeveel tickets we in totaal hebben gehaald. Het is buiten al licht aan het worden, dus echt tijd om heel eventjes te gaan slapen. Dames en heren, het is tijd om te gaan slapen. Alle machines gaan uit in 3, 2, 1. Wauw. Wauw.
Hoe fijn is dit? Wow, hoe fijn is dit? Dit is zo fijn. Zo fijn. Ik word helemaal gek van die muziekjes de hele tijd. Oh, dit is zo gek in één keer. We liggen hier. We liggen hier ook met al die horrorknuffels. Oh, wat is dit ook? Oké, zeg, we slaap lekker tegen de mensen. Welterusten. Welterusten. Wil je dan even een welterusten zeggen in de microfoon? Welterusten. 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 Een buslightje hier ook? Nice, man. We gaan even lekker slapen, dames en heren. Check jullie zo weer. Slaap lekker. 3 hours later. We gaan gamen! Het is zo gek om gewoon wakker te worden in de game state. What? Goedemorgen. 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 Oh, fijne goedemorgens hier hoor. F van Sam, goedemorgen. Goedemorgen. Oei, oei, oei. Ik zat net ook gewoon met die zender zo voor mijn mond, maar ik had de zender helemaal niet aangezet. Zo kapot ben ik nog van de 3 uurtjes slaap die we hebben gehad. Om 11 uur gaan dus altijd alle apparaten al aan hier, omdat allemaal spelletjes moeten opstarten en dat duurt soms wel echt een aantal minuten. En vanaf 11 uur gaan ze dus stofzuigen. Dus vandaar dat we nu gaan opstaan en gaan opruimen. En het lijkt me handig om dan even alle tickets te tellen. Weet je hoe raar het is om wakker te worden midden in de game state? Oh, dit is echt zo vreemd, hè. Oh, wat fijn dit, dames en heren. Ik denk dat we ook echt wel een uurtje de tijd nodig hebben om al deze tickets in te leveren. Maar ook om alles op te ruimen. Dus ja, we gaan maar even aan de slag. Nou, alle tickets liggen hier op de grond. Naar de ticketmachine. Zo. Wauw. Wauw. We moeten echt veel tickets inleveren. Mywin is al begonnen. Ik ga er snel helpen. Dit gaat echt wel even duren. Hier aan deze kant heeft Janneke alles ingeleverd. 6.254. Die gaan we nu op pasje zetten. Dan is het saldo van dit moment 49.000. Dan komt er hier nog even 6.458 bij. Wow, 56.000. Dan hebben we hier een dikke vette 7.199. Die komt er nog even bij. En dan hebben we hier nog een dikke 4.503 tickets. Dat brengt ons op een totale score van 67.954. En dan gaan wij nu even de auto ophalen. Oh, lekker even buiten, man. Ja, de frisse lucht is wel echt even heerlijk. Goed, het is bijna 12 uur en dan zit het erop. Bro, hoe naar de knoppen ben jij? Zo, ik snap er helemaal niks van. Leef je in een soort van simulatie? Ja, ik leef van een simulatie, maar het is gewoon vreemd dat je wakker wordt op de plek waar je 12 uur het zit te gamen. En dan ga je dat letterlijk op de grond brengen om 4 uur later een baby. Tickets winnen. Zo vreemd. Ja, uiteindelijk sliepen we, geloof ik, om 7:30. Ja, zoiets. En ik had de wekker gezet om 10:15. Dus nou, reken maar uit hoeveel heb ik geslapen. Dus we gaan de auto ophalen. Mensen zien er helemaal fris en fruitig uit en wij zijn een beetje verstrooid. €34. Op zich valt het nog mee, hè? Amsterdam is gekker. Ik ben heel erg benieuwd, en misschien jullie ook wel, hoe de rest van de dag eruit gaat zien als we zo weinig slaap hebben. We gaan het meemaken. Tot nu toe voel ik me nog wel, oké? Een beetje. Daar staat de beauty. Let's go. Zo, dames en heren. Daar sta ik dan. Met al mijn prijzen. Geef mij mijn knuffels, maar een knuffel. Geef mij mijn lekkere knuffel. Ah, kom hier, jongens. Yes. Ik heb een maatkoop.
Ik vond het geniaal, bro. Het was echt legendary. Ik vond het geniaal. Ik droom niet uit te komen. Eigenlijk is Game State wel een beetje gekomen door jullie, want jullie gingen altijd als date night daarheen. Echt en, altijd. En toen dachten Mario en ik, is het dan zo leuk, ja? En toen zijn we al eens meegegaan. En toen zo leuk. Waren we verkocht. Nu je blijft slapen. Ja. Oh, hier ga je nooit meer normaal binnenlopen. Dit is nou onze Game State. Ja, dat is wel echt next level. Goed, ik ga alle knuffels in de auto leggen en dan gaan we er vandoor. Dan hebben we het gewoon overleefd. 12 uur lang in de Game State. Ja. Dit is het einde. Hoe laat is het precies nu? Het is nu precies... Toen wat? 10 over 12. 10 over 12. 5 over 12. Nou, goede reis terug naar Eersel. Ja, jullie ook. Eersel de gekste. Eersel de gekste, je ziet het. Zo, goed. Wat gaan we nu doen? Lekker koffie drinken en ontbijten. Ja, dat lijkt me een goed plan. Daar heb ik echt zin in. Zullen we dat in Zeist doen? Ja, dat is goed. Wat wij trouwens hebben gedaan, we hebben geparkeerd bij Hoogkaterijnen P1. En dan vanaf daar kan je echt perfect hier naar deze Game State lopen. Oh my god, ik kan nog steeds niet geloven. Gewoon hier overnacht. Nou, een soort van. Een soort van. 3 uur geslapen. Zo, toen wij eenmaal... Oké, het begint toch wel moe te worden. Toen wij eenmaal richting de luchtkussens gingen en de luchtbedden en jullie daar zagen liggen, toen zagen we echt hoe moe jullie waren. Jullie waren er gewoon klaar mee. Ja, ik was echt klaar mee. Jullie dachten gewoon, moet gewoon nog even wat slapen hebben. Ja, maar op een gegeven moment... En Thijs, Sam en ik dachten, we gaan knallen! Dus we hebben echt nog vet veel gespeeld. Ja. En zijn we eigenlijk een beetje uit respect gewoon uiteindelijk naar bed gegaan. Uiteindelijk, na 100 keer vragen, kwamen jullie... Nee, dat viel wel mee. Jij zei ook van, ik wil maar niet slapen. Nee. Of waarom ga ik slapen eigenlijk? Ja, ik wilde helemaal niet slapen. Maar Marion en Janneke die werden zo gek van al die geluidjes. Gingen jullie ook nog letterlijk dat spel naast ons spelen? Ja, maar die hadden het nog niet gespeeld. Het allerhardst was. Want elke keer ging hij soms aan en dan zei hij van come on and play of zo. En dan schrokken Janneke en ik keken elkaar aan zo van kutzooi, die is echt hard. En ineens wij beiden horen jullie daar staan met z'n tweeën naast ons bed. En ja, klopt. Echt heel kut. Ja, het spijt me zo erg. Maar dat was zo'n leuk spelletje. Ja, ik zei ook Enzo kappen. En hij zo, ja, is goed. En hoorde ik hem zo swipen weer. Ging hij nog een spel spelen. Ja, want dat was mijn allerlaatste keer. En toen gingen we lekker slapen. Maar ja, ja. Nee, mij niet uit. Dus als we me allemaal leuk hebben gehad, ik heb het super leuk gehad. Ik heb het ook super leuk gehad, zeker weten. En nu 100%. Koffie. Ja, nu gaan we lekker ontbijten. Het is op dit moment bijna 4 uur en ik heb echt nog dikke 3 uur hier in de studio gezeten. Ik heb alle beelden overgezet op mijn computer. Ik heb mijn hele computer opgeruimd. Ik heb nog even een vuilniszak weggegooid. Even wat dingetjes hier in huis gedaan. En daar voel ik me echt super goed bij. Dus ik ga nu met een gerust gevoel nog heel even naar bedje toe. Ik weet dat Myron om 4:30 naar de fysio moet. Dus dat is over 35 minuten. Dus ik ga haar nu even wakker maken. En dan kan ze naar de fysio toe. En dan ga ik aan haar vragen dat als ze terugkomt van de fysio of ze mij kan wakker maken. Dus ik denk dat dat echt de perfecte planning is. Want ik moet niet te lang gaan slapen, want dan kan ik vanavond niet meer naar bed. Sam die is ook aan het slapen. Marvin en Sam liggen dus al zeker 2 uur in bed. Dus ik denk dat ze echt al mooie slaap hebben ingehaald. En nu ik mijn werk heb gedaan op de computer, ga ik dat ook eventjes doen. Wow, bijzonder dagje zo. Ik heb wel echt de zin om te slapen. Wel echt heel erg vet hoor. Leuk om dit zo een keertje op deze manier te doen. Ik heb trouwens ook nog eventjes gedoucht. Even mezelf even helemaal opgefrist. Even tandjes gepoetst. Alleen het is gewoon heel erg gek. Omdat ik het gevoel heb alsof ik niks heb gedaan, zeg maar, voor de vlog van vandaag. Maar ik ben natuurlijk in Game State geweest en daar heb ik echt superveel gefilmd. Dus daarom voelt het echt heel gek met filmen van, hè, wat voor dag is het nou vandaag? Is het nou, hè? Alsof we 2 vlogs door elkaar gaan of zo. Het voelt heel erg vreemd. Maar goed, ik ga even lekker slapen. Ik zie jullie zo weer. En daar zijn we dan weer, dames en heren. Heb je een goede fysio-sessie gehad? Mm-hmm. Ja? Net meteen een volle lepel in de mond. Maar nice. Goed. En nu lekker eten gemaakt. Echt heel erg blij mee, dankjewel. Echt nice. We gaan lekker smikkelen. Sam die is ook echt net wakker. Ja, zat als jou. Die heeft echt lang geslapen. Alleen het enige probleem bij mij is dat ik wat later naar bed ging. Maar ik kan nu gewoon meteen weer slapen als ik wil. Maar dat ga ik niet doen, want Sam blijft vanavond weer slapen. Want morgen gaan wij best wel vroeg opstaan. En dan zijn we echt weer de hele dag op pad. Dus zorg dat je er morgen weer bij bent. Maar eerst gaan we dus dit eventjes lekker naar binnen werken. Ik heb zoveel zin om dit op te eten. Ik heb wel echt heel veel trek. Oké, dames en heren. We
hebben nog even gechilled hier in de studio, de Knolhol. Binnenkort de nieuwe studio waar we alles gaan opnemen en livestreams gaan doen. En dan wil ik natuurlijk ook weer mijn gamekanaal gaan oppakken. Maar goed, voordat ik dat echt naar buiten breng van officieel de eerste video, dan wil ik wel echt eventjes gewoon het echt doen ook, zeg maar. Dus eerst even wat andere dingen fixen. Maar ik had al verwacht dat we de rest van de dag niet echt zo'n hele boeiende dag zouden hebben. Omdat het voornamelijk bijslapen is, bijtanken. Chillen, even filmpje kijken, relaxen, een beetje gamen. En ja, het is nu ook gewoon tijd om te gaan slapen. Morgen gaat de wekker om 7 uur. Wordt een superleuke dag. Zorg dat je erbij bent. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.